17 jaar nadat ze elkaar voor het eerst ontmoetten, zijn SBS 6-presentatrice Annemarie Bruning, 37, en haar grote liefde Frits Meijer, 53, in het huwelijksbootje gestapt. De prachtige ceremonie vond plaats op landgoed Groot Warnsbom in Arnhem, waar ze elkaar in de open lucht het jawoord gaven. Na afloop bekende Annemarie met een glimlach dat ze een ware Bride was geweest, maar gelukkig vond Frits haar bijzondere gedrag de moeite waard. Annemarie Bruning, die al meer dan twaalf jaar als trouwambtenaar werkzaam is bij SBS 6, heeft talloze huwelijken voltrokken en droomde er altijd van om zelf ook te trouwen. In een interview met Story vertelt Annemarie dat ze hoopte dat Frits haar ten huwelijk zou vragen. Ze ontmoette haar grote liefde zeventien jaar geleden en koos bewust voor landgoed Groot Warnsbom als trouwlocatie. De keuze voor deze locatie was niet alleen vanwege de schoonheid van de plek, maar ook omdat Annemarie hier meerdere koppels heeft getrouwd. Daarnaast had deze locatie een bijzondere betekenis voor haar, aangezien haar vader Frans hier vaak hardliep. Vorig jaar overleed hij plotseling en het verdriet dat hij haar niet kon weggeven op haar trouwdag was groot. Door op deze plek te trouwen, voelde Annemarie toch een soort van aanwezigheid van haar vader. Tijdens de ceremonie was Annemarie's moeder Annelies haar getuige en Sam, de zoon van Frits uit een eerdere relatie, was zijn getuige. Een bijzonder moment was toen Annemarie's goede vriendin en collega Marlene Sahupala het huwelijk voltrok en een mooie toespraak hield over Annemarie's vader. Zowel Annemarie als Frits werden diep geraakt door deze woorden, ondanks dat ze zichzelf niet als harde huilers beschouwen. Het huwelijk van Annemarie en Frits was een dag vol emotie, liefde en betekenisvolle momenten, waarin de herinnering aan Annemarie's vader op een mooie manier werd geëerd.